Dit is Huizinga. Bal moet naar de penaltystip, maar hoe krijg je hem daar? Zo dus. En dan is de kans voor Thomas. Maar gelijk Groningen tussen. Assigus. Buitenom. En dan gaat hij er zomaar in. Via de vingertoppen van Femke Liefting is het 1-0 voor Duitsland. Zet de aanval zelf op. Komt goed buitenom. En ik denk dat dit een voorzet is. En dat Liefting er ook iets meer aan moet doen. Maar het is 1-0 voor Duitsland. Noordman. Uit de draai, hard en op de lat. Alweer op de lat. Tegen Oostenrijk ook al 4 keer. En nu weer de lat. Pech voor Oranje. Dat intussen weet dat Oostenrijk op voorsprong staat. Dus dat het moet winnen. Van Oosten. Bal voorbij aan Hendry. Sterk, Huizinga, Huizinga. En dan raak. 1-1. Het zit een keer mee. Bal via Veit binnen. En Mol kansloos. Sterk weggedraaid. Goed geschoten. En dan een beetje geluk. Maar beide ploegen weer naast elkaar. Keukelaar, ja! 2-1. Schitterend doelpunt. Van Lotte Keukelaar. Een Frank de Boerpaas van Vrijns. En dan Lotte Keukelaar. Die hem heel knap achter Mol krijgt. En Oranje op de nodige voorsprong schiet. Van Gol, vastgepakt. Het moet een penalty zijn, dat is een penalty. Goed voor langs gekruist door Rosa van Gol, die zelf achter de bal gaat staan. En de bal keurig in de hoek schuift. En dan is de buit binnen voor Oranje onder 19. Een plek in de halve finale en tegelijk geplaatst voor het WK onder 20.